Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, ik zal trachten kort te zijn, aangezien we toch al enige tijd het gesprek voeren. Misschien voor eerst de collega's bedanken, zowel voor de beraadslaging in commissie als in plenaire, voor het toch wel rijke en quasi altijd serene debat. Sereniteit is vaak gevallen, is vaak oprecht gevallen, soms iets minder, maar over het algemeen denk ik dat we mogen blij zijn dat we dit debat kunnen voeren als vertegenwoordigers des volks. En ik moet zeggen, de vrijheid en de uitgebreidheid van dit debat is belangrijk om te vermelden. Onze fractie kent in dergelijke discussies, zoals heel wat fracties, stel ik vast, een vrijheid van opinie, een vrijheid van stem. En je merkt ook als assemblée dat die vrijheid deugd doet. En dat een rijker debat oplevert. Ik vind dat belangrijk genoeg om te vermelden. Eerste punt dat ik met jullie wil delen, collega's, is omdat er toch heel veel over de procedure is gesproken, dat ik wat dat betreft op mijn gemak ben. Waarom? Niet omdat we een mega lange parlementaire bespreking hebben gehad in de Kamer, dat klopt. Wat ons betreft dat het eventueel wat langer mogen duren. Ik heb daarnet verwezen naar het voorstel dat onze fractie gedaan heeft om bruggen te bouwen wat betreft de Raad van State. Daar zijn we niet in geslaagd, dus het is in de Kamer relatief snel verlopen. Toch vind ik dat er geen misverstand mag bestaan over de kwaliteit van het parlementaire debat, het maatschappelijke debat dat hier rond is gevoerd, omdat het één, collega's, niet nieuw is. Wie de hoorzittingen van 2002 raadpleegt, stelt vast dat dat toen al op de agenda stond, toen al een element was van discussie. We zijn vandaag 2014, dus je kan niet stellen dat we daar als samenleving over één nacht ijs gegaan zijn, dat een nieuw issue is. Twee, vind ik toch belangrijk om te blijven herhalen, omdat er anders misverstanden over zou kunnen ontstaan. Onze collega's van de Senaat, dat is geen absoluut argument, maar is wel een belangrijk argument. Onze collega's van de Senaat hebben daar belangrijk werk rond verricht, hebben heel wat mensen op het terrein gehoord. Er is vandaag vaak verwezen naar het protest dat er is, en ik respecteer die mening. Maar laat ons niet vergeten dat onder andere in de Senaat, maar breder dan dat, er debat over is geweest. En ten derde, zonder polemisch te willen zijn, heb ik toch oprecht het gevoel dat een aantal collega's die waarschuwen of protesteren tegen de snelheid van de parlementaire bespreking, dat ze in deze een klein beetje selectief zijn. Onze fractie staat heel vaak op de tribune om een aantal dingen te vragen, hoorzingen, et cetera, waar we soms vragen om dat op één dag af te werken. Hè. Waar we het voorstel doen om spoedprocedures Raad van State te doen. En dan stuiten we op een muur. Dus dat is niet de openheid die collega Boulet en ik zelf hebben gehad in dergelijke discussies. Dus ik vind dat, zonder polemisch te willen zijn, is daar toch, komt dat bij mij over als zijnde selectief. Het is het resultaat dat ons niet aanstaat, vandaar dat we de procedure toch scherp bekritiseren. Twee, vind ik het heel belangrijk om... Monsieur Danwijn, wil je intervenir? Oui, deux petits points, monsieur Calvo. D'abord, je me réjouis du ton que vous utilisez, de la sérénité, effectivement, de votre proposition, mais de vos propos. Mais il y a quand même deux éléments. D'abord, encore une fois, sur les débats qui ont eu lieu au Sénat, franchement, c'est vrai, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup d'auditions, il y a eu énormément de gens qui ont été entendus, mais une fois qu'il y a eu un texte qui a été concocté, qui a été approuvé au Sénat, sur les éléments de ce texte, il y a eu très peu d'auditions. Et il n'y a pas eu les auditions fondamentales, et c'est ça qui nous ennuie aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a ces débats aujourd'hui sur toute une série de concepts. Donc c'est vrai que sur la maladie d'Alzheimer, sur les déments, c'est-à-dire qu'il y avait toute une série, vous souvenez, il y avait toute une série de propositions de loi au Sénat, je pense qu'il y en avait 14. Eh bien, effectivement, il a fallu déblayer le terrain. Et donc là, il y a eu une série d'auditions qui ont permis de déblayer le terrain. Mais sur le texte de la loi, sur le dispositif lui-même, non, là je regrette, il n'y a pas eu les auditions indispensables pour pouvoir se faire une opinion. Ça, c'est ce que nous souhaitions. Et la deuxième chose, c'est que vous regrettez effectivement que, étant dans l'opposition, de temps en temps, certaines de vos propositions ne soient pas retenues. Est-ce qu'il faut comprendre qu'on est ici dans un débat majorité contre opposition?
Je vais dire non. Meneer Calvo. Helemaal niet. Hè. Uiteindelijk liggen ze misschien toch wat dat betreft niet zo heel ver uit elkaar, meneer Dalmagne. U geeft zelf aan, er waren verschillende wetsvoorstellen in de Senaat. Er zijn twee reekse hortingen geweest. En wat hier voorligt is het resultaat van dat lange proces. En ik vind dat een proces dat verdient om benoemd te worden als lang, als constructief en als kwalitatief. En dat stelt mij gerust, dat stelt mij in staat om als Kamer met die hoorzittingen vrede te nemen om dan als volksvertegenwoordigers, als personen, het is een duidelijke individuele kwestie, het debat op basis van onder andere die informatie aan te gaan. Ik heb ook verwezen naar het feit dat het geen nieuw debat is. Dus ik vind, meneer Dalmagne, er is niet op een drafje gewerkt, er is over uitgewisseld. En ik voel mij vandaag persoonlijk klaar om morgen een weloverwogen keuze te maken. En als ik uw argumenten heb beluisterd, dan hebt u ook voldoende argumenten om morgen weloverwogen de andere keuze te maken. Dus ik denk dat, of u nu voor- of tegenstander bent, dat er heel wat informatie op tafel ligt, dat heel wat stakeholders zich laten horen hebben. Dus ik denk naar procedure toe dat we daar op ons gemak mogen zijn. Ten meer, collega's, en dat is misschien wat een pragmatische afweging, ik denk dat dit dossier alles behalve verdient om in pre-electorale tijden besproken te worden. Ik denk dat we dit debat, dat af en toe al wat uit de hand dreigt te lopen, nog veel moeilijker zouden hebben binnen een tweetal maanden. Dus ik vind het goed dat we daar morgen in eer en geweten en hoogst persoonlijk over kunnen oordelen. Misschien nog benadrukken dat ik het op bepaalde momenten, hoewel het in algemene termen vrij sereen is verlopen, soms toch wel wat... Ik kreeg een ongemakkelijk gevoel van de gretigheid van zowel een aantal voorstanders als een aantal tegenstanders van dit wetsvoorstel. Ik vind het belangrijk om... Ik hou van assertief politiek debat, maar als er nu een dossier is dat terughoudendheid, bescheidenheid verdient, ook op deze tribune, dan is het dit dossier. Tweede punt, wat ligt er voor, collega's? En ook daar mogen er geen misverstanden bestaan. Ik heb een aantal verklaringen van collega Beck genoteerd. U is ook heel druk getwitterd over deze kwestie. En ik ben ook een verwoed twitteraar, maar het is niet meteen een dossier dat je in 140 tekens kan samenvatten. En ik vind het heel belangrijk om heel duidelijk te zeggen hier op deze tribune, omdat dat werd gesuggereerd, als je voorstander bent van dit wetsvoorstel, al zou je zeggen dat euthanasie de enige waardige manier zou zijn van levensbeëindiging. Dat is hier op een bepaald moment gesuggereerd op de tribune. Dat is het niet. Hè. Als je voorstander bent van dit wetsvoorstel, zeg je niet dat dat de enige manier is om aan levensbeëindiging te doen. Ik heb nog een andere verklaring van een andere suggestie gezien van u, mevrouw Beck, terwijl u... Ik heb ook heel boeiende dingen van mevrouw Van Kouter gehoord, dus ik begrijp het. Maar ik had een aantal dingen genoteerd die ik u, het zij in het parlementaire debat, het zij door sociale media, heb weten suggereren. En ik vond het belangrijk om heel duidelijk te maken dat het niet zo is. U had gesuggereerd, onder andere op sociale media, dat voorstanders van dit wetsvoorstel het bijna als onverantwoord zouden bestempelen als men als ouders niet zouden kiezen voor die ene piste. Ik heb dat heel duidelijk zijn, dat is absoluut niet het geval. Hè. Laat staan, en dat hebt u ook even gesuggereerd, maar ik ga ervan uit dat dat in de emotie was van het debat, dat de voorstellers van dit wetsvoorstel zouden suggereren dat is de meest moedige keuze. In zulke situaties, mevrouw Beck, zijn er alleen maar moedige keuzes. Zijn er alleen maar moedige mensen. Ja. Dus wij zeggen als voorstander, ik als voorstander van euthanasie voor minderjarigen, ik zeg hier heel duidelijk op de tribune, in deze omstandigheden zijn er alleen maar moedige keuzes. Of dat nu euthanasie is of iets anders. Zijn er alleen maar moedige mensen. Dus laat daar alsjeblieft geen misverstand over bestaan. Leg ons ook geen woorden in de mond die we absoluut niet hebben uitgesproken. Nog onze fractie, nog mevrouw Van Kouter, nog meneer Bonte, nog mevrouw Lallieu. Mevrouw Beck, ja. Ik zal jullie zeker geen woorden in de mond leggen die je niet gesproken hebt. En als u zegt, ik vind dit allemaal moedige keuzes, dan ben ik daar heel blij om dat u dat zegt. Maar ik kan u een aantal teksten zelfs geven, ik kan ze niet allemaal citeren, maar waar heel duidelijk uit blijkt, dit is de vooruitgang, dit zijn de stappen die we vooruit moeten zetten, dit is wat progressief is. En daarom
niet om dat te veroordelen, maar wel om er zeker van te zijn dat we ons allemaal goed bewust zijn van de boodschappen die we geven en dat we door op één ding de klemtoon te leggen niet met zich meebrengen dat we eigenlijk zeggen van en het andere is minder. Dat is een bezorgdheid die we uitdrukken en als dat in de sociale media niet met zoveel uitleg kan, ja, daar kan ik niet aan doen dat daar ook allemaal de tekentjes beperkt zijn en dat blijkbaar dat tegenwoordig veel belangrijker is dan het in 10 zinnen proberen uit te leggen om het wat genuanceerder te stellen. Nee, dat, bedankt voor die verduidelijking. En ik zou daar vooral heel duidelijk willen zijn. Als ik morgen op het groene kopje duk, zoals een groot deel van onze fractie, maar opnieuw er zullen ook andere mensen een andere keuze maken, een keuze die ik evenzeer respecteer, dan is dat niet om net die ene keuze op te dringen. Dan is dat geen promotie voor euthanasie voor minderjarigen. Dan is dat om mensen, moeders, vaders en kinderen, gewoon die keuze aan te reiken. Want reik je die keuze niet aan en creëer je dat kader niet, dan zeg je eigenlijk, die optie in die situatie, die is minderwaardig. En ik wil die pretentie als volksvertegenwoordiger, als wetgever, niet aan de dag leggen. Ik wil mensen de kans geven om die verschillende pistes die wat mij betreft even moedig zijn, even gelijkwaardig zijn, even moedig zijn, om die te kunnen afwegen. Al te kunnen afwegen, want dat is een situatie die vandaag niet bestaat. Nog voor ouders, nog voor kinderen, nog voor het zorgend personeel. Want ik heb ook, als ik de verslagen en de hoorzittingen lees, er zijn ook mensen, zorgend personeel, want er is hier vaak verwezen, ik ken die sector, ik ken die mensen, kijk naar die open brief. Er bestaat ook in het veld een vraag om een duidelijk kader te hebben om met reële situaties waarmee geconfronteerd wordt, om die te kunnen afwegen. Dus daar gaat het voor mij om mensen de keuze die er moet zijn om die aan te raken. En dan, als ik morgen op het groene knopje druk, dan wil dat niet zeggen dat ik misschien, en ik hoop dat ik er nooit mee geconfronteerd word, als vader net die ene keuze aan maken. Dat is voor mij een andere discussie, een andere keuze. Wat je mogelijk maakt als wetgever en wat er in een concrete situatie gebeurt, wat je zelf zou doen, zijn voor mij twee andere situaties. En dat vind ik een belangrijk onderscheid om te maken. En ik zou niet graag hebben, mevrouw Beck, dat daar misverstand over bestaat. Bovendien, nog één iets rond het aspect leeftijd en kunnen minderjarigen daar een afweging maken of niet? Is men sterk genoeg, is men oordeelsbekwaam genoeg als men minderjarig is om het moeilijke signaal te geven van kijk, ik zou voor euthanasie willen kiezen als kind. Wat ik daar een klein beetje aan betreur, opnieuw zonder de polemiek te willen aangaan, dat u zegt van ja, misschien gebeurt dat. Ik heb niet de ambitie om u te citeren, hè, maar als dat, misschien gebeurt dat wel onder druk of onder invloed van de ouders. Daar begeeft u zich op glad ijs, want het kan, volgens mij wil geen enkele ouder, hè, zal zijn kind onder druk zetten om voor die keuze te gaan. Geen enkele ouder, dat kan niet. Dat kan niet, want die extra uren of die extra dagen die zijn voor hen onbetaalbaar. Dus suggereren dat kinderen... We kunnen discussiëren over dat ben het mee eens, minderjarig is een andere situatie als meerderjarige en leeftijd heeft een andere situatie. Maar zeggen, als men jong is, zal er druk zijn van de ouders, dan vind ik dat je een loopje neemt met met hoe ernstig ouders in die situatie daarmee gaan omspringen. Alsof dat dan een makkelijke beslissing zou zijn voor die ouders. Ik wil daarin duidelijk niet misbegrepen worden. Hè. Ik geef u volkomen gelijk, er is geen enkele ouder... Ik denk dat toch niet. Geen enkele ouder die zal zeggen of zijn kind onder druk zetten om te zeggen van ik wil dat jij overlijdt, want ik kan dit niet aan. Hè. Integendeel, ik zie de ouders die zeggen van je gaat aan mij toch niet vragen dat ik in de plaats van mijn kind ga beslissen dat dit moet stoppen. Hè. Dus ouders willen hun kinderen liefst zo lang mogelijk. Maar het iets anders is dan een kind voelt aan. En dat is de bezorgdheid die we hebben. Een kind voelt aan wat er leeft, ook bij zijn ouders. Net zoals de beslissingen als volwassenen gebeuren in interactie met de ander, in interactie met de omgeving, is dat ook bij een kind zo. En het is zeker niet mijn bedoeling om te zeggen dat ouders dat bewust zullen doen, maar ik ben niet zeker dat daar niet onderhuids en vanuit dat aanvoelen van dat kind naar de situatie, vanuit die zorg, vanuit dat lijden van die ouders ook, omdat die mee lijden met dat kind, dat daar geen... druk op zal zijn. Het is iets anders dan de bewuste druk die ouders zouden geven. Het is goed dat u dat verduidelijkt, want dat was daarnet voor mij een van de passages in het debat die minder prettig en minder aangenaam waren. Dus u hebt dat verduidelijkt. Maar het is net de interactie waar u over spreekt.
die het voor mij mogelijk maken om te zeggen dat dit kader goed is. Want het is net door die interactie tussen ouders en kinderen, tussen kinderen en het zorgend personeel, tussen de ouders en het zorgend personeel, dat ik ervan overtuigd ben dat zo'n beslissing, als die wordt genomen, en iedereen maakt die hoogst persoonlijk, en het is aan mij niet om te oordelen wat dat nu een betere of een slechtere beslissing is, net omdat die beslissing in interactie plaatsvindt, en in omgevingen waar men ongelooflijk gevoelig is voor wat er staat te gebeuren of moet gebeuren, dat ik denk van, ook minderjarigen zijn in staat om mee deel te zijn, actief deel te zijn van zo'n beslissingsproces. Zonder die interactie zou ik mij veel minder op mijn gemak voelen. Het is die interactie die eigenlijk, die interactie die ingebouwd is in de wetgeving, die denk ik voldoende waarborgen biedt dat die beslissing op een weloverwogen manier wordt genomen. Daar ik ervan overtuigd ben dat een beslissing over leven en dood, dat die altijd weloverwogen genomen wordt als je die kan nemen. Als je daar de vrijheid hebt die wij wensen, de keuze die wij wensen te laten. Tot slot, collega's, ik denk dat een debat als dit nooit af is. Dat het ook onze opdracht is om, er is wellicht morgen een nieuw wetgevend kader, om te kijken van wat betekent dat in de praktijk, stuit dat op knelpunten of niet, dat we daar zeer alert moeten zijn als wetgever. Onze fractie heeft daar in de Senaat heeft andere wetsvoorstellen ingediend, heeft bredere wetsvoorstellen ingediend, was vragende partij voor een globale regeling in zaken de levensbeëindiging, daar zijn we vandaag nog niet. De fractie is ook vragende partij om het debat te kunnen voeren over de levensbeëindiging van dementerende. Los van eventuele concrete aspecten die ik net suggereerde, is het belangrijk om waakzaam te zijn, om onze rol als wetgever te spelen. Er is vandaag heel veel verwezen naar het protest dat er is. Maar er is ook een draagvlak in het veld. En als je kijkt dat toch heel veel volksvertegenwoordigers, hè, misschien is het debat waar we het meest volksvertegenwoordiger geweest zijn van allemaal deze legislatuur, omdat we voor één keer eens voor onszelf mogen beslissen in plaats van als fractie. Als er dan voldoende draagvlak is in dit parlement, dan ben ik ervan overtuigd dat er maatschappelijk draagvlak genoeg is om deze stap te zetten. Ik zal niet zeggen een stap vooruit, maar het is wel een belangrijke stap, een keuze die wij moeten aanreiken aan mensen in heel moeilijke situaties. Dank u wel. Merci. Bedankt, meneer Kalle.